Ja, dankjewel. We hebben ruim 60 liter om uit te delen. Wie heeft het allemaal gemaakt? Nou, er kwam net een grote pan van de moskee. Het zijn allemaal mensen van de verschillende groeperingen die allemaal thuis een pan soep hebben gemaakt. Dus je kan het zien in het wagentje. Er staan diverse pannen die net allemaal aangeleverd zijn. Wat is het? Linzensoep. Weet iemand de vertaling van linzen? Sorry. Er is niks mis met materiële vooruitgang, maar als daar ook niet een geestelijke ontwikkeling aan gekoppeld is, dan leidt dat misschien niet tot echt een gelukkig gevoel. Geestelijke armoede. Het is geestelijke armoede, ja, dat denk ik wel. Maar waarom dan soep op een stationsplein? Omdat er ook een uiting is, een gebaar van eenheid en iets geven voor mensen. Te laten zien dat we één zijn, te laten zien dat we iets betekenen. Ook iets lekker warms in koude dagen. Ja, er zit een heleboel symboliek in, denk ik. Voor jullie allemaal. Nou, jullie doen het samen. Ja, nou, bedankt. Goede reis nog. Ja, tot ziens. We hebben een kaartje wat we uitdelen. Het kaartje daar staat eigenlijk uitgelegd, hè, dat we ondanks de verschillende achtergronden toch iets met elkaar kunnen delen. En daar staat ook compassie, de anderen behandelen zoals u zelf behandeld wilt worden. En dat is eigenlijk de oproep die we doen. Ontzettend leuk natuurlijk. Is het nodig in deze tijd van misschien wat geestelijke armoede? Het is wel heel goed om wat voor een ander ook te doen. En zo kom je ook toch een beetje in contact met anderen. Ja. En smaakt hij? Nou, ik heb hem nog niet geproefd. Dat ga ik dan nu maar doen. Heerlijk, ja.